Hallo meisjes, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik echt een super leuke video voor jullie. Maar ik heb ook echt heel goed nieuws, want ik heb de 40.000 abonnees! Oh my god, heel erg bedankt. Ik wil jullie ook echt heel erg bedanken dat jullie altijd lieve comments in de reacties zetten. Altijd een duimpje omhoog doen. Heel erg bedankt daarvoor. En heel erg bedankt voor de freaking 40.000 abonnees! En bij een heel boel leuk aantal abonnees hoort ook een hele leuke video. En die video heb ik vandaag voor jullie. Maar laten we snel beginnen, want deze intro duurt al veel te lang. Doe jullie duimpjes omhoog. Laten we gaan, omdat we best wel veel abonnees hebben. Laten we gaan voor de 2999 likes. En laten we snel beginnen. Let's go! Even wat uitleg. Ik kijk heel vaak naar de musicals van Lisa en Lena. En naar hun kledingstijl. Want hun kledingstijl is echt super leuk. Ze zijn ook benoemd tot fashionistas van het jaar. Omdat ze zo'n leuke kleren hebben. Ik heb laatst twee hele leuke jasjes bij hun gezien. Ik ging een beetje kijken waar hebben ze die vandaan. Maar ik vond het nergens. En wat toevallig. Straatstijl had mij gevraagd voor een samenwerking. Ik ging kijken op de site. En ze hadden gewoon die twee jasjes die ik super vet vond. Maar ik heb kleren moeten uitzoeken en andere dingen. Maar jullie kunnen dat ook doen. Want ik kan één abonnee van mij 50 euro shoptegoed weggeven. Maar wat moet je daarvoor doen? Je moet mij volgen op YouTube, op Instagram en Straatstijl volgen op Instagram. Zet ook even in de reacties of jij meedoet, want anders ja, dan weet ik het zelf ook niet. Het linkje van Straatstijl en Instagram staat in de beschrijving en die van mij ook. Maar 10% korting op alle kledingstukken voor de hele maand februari. Voor 10% korting moet je de kortingscode Emma10 gebruiken. 10% korting, Emma10. Je snapt het. En dan kunnen jullie korting krijgen op heel veel leuke spullen. Want bij Straatstijl hebben ze echt super vette, leuke spullen. En de kleren die ik heb en de andere leuke dingetjes die ik heb mogen ontvangen. Daar staan ook linkjes van in de beschrijving. Ik laat alle items apart zien. Maar ik heb een beetje gekeken of de kleding bij elkaar staat. Leuk in een setje. Dus ik heb het eigenlijk in setjes besteld. Als ik het zo kan zeggen. Dus ik laat jullie het apart zien. Maar ook de hele outfit bij elkaar. Ze hebben maten variërend. Van extra small tot large. Ik heb small tot extra small. Dus ja, dan moet ik maar kijken. Maar ja, ik hoop dat het allemaal past. Ik denk het wel, maar dat zien we wel. Ik ga beginnen met de hele leuke schoenen die ik heb besteld. En dat zijn deze hele mooie witte. Ik wou al heel lang gewoon makkelijke witte schoenen. Dit zijn iets hogere sneakers. Ook met klittenband. Er zitten ook veters bij. Alleen ik heb de veters... doe ik erin als ik ze aan heb, omdat ik het iets mooier vind. Ze hebben hierboven ook zo'n groot dingetje, maar ze zitten echt super mooi. Ik zal jullie even laten zien hoe deze staan. Dan heb ik dus één van de twee hele leuke jasjes die ik heb besteld. En het is een oversized jacket. Een oversized spijkerjasje. Het is deze. Hij valt dus een beetje te groot, maar oversized. Er zitten ook hier een paar scheurtjes in. En ja, de mouwtjes vind ik echt heel leuk. Hij is iets langer, maar ik vind hem zo mooi. Ik heb deze in maat small, want deze hadden ze niet in extra small, maar deze past gelukkig wel. Dan heb ik ook nog een superleuk shirt besteld. Ze hadden een grijze met een donkerroodachtig hartje. En ze hadden ook deze witte, maar omdat ik persoonlijk best wel snel ze weet, leek het me niet zo handig om grijs te pakken. Dus ik heb deze witte, deze vond ik eigenlijk ook iets mooier.
met gewoon een simpel rood hartje. Gewoon subtiel, maar wel heel leuk door het rode hartje. En dat is deze bomber jacket. Op de site stond dat hij nude was. Maar je zag op het plaatje al dat hij baby roze-achtig was. Met mooie gouden details en ritjes. Ik had deze dus ook gezien bij Lisa en Dena. En bij hun stond hij zo leuk. En ik vind hem zo mooi. En hij is satijn. En die past dus heel leuk bij dit shirtje. Dan valt het jasje wel een beetje over het hartje. Maar alsnog ziet het er super leuk uit. Ik zal jullie ook even laten zien hoe deze staat. Ik heb ook deze ripped jeans besteld. Er zitten dus ook gaten in. Maar wat een heel leuk detail is, ze hebben het aan de voorkant dus ja afgeknipt. Niet echt afgeknipt, maar zo dat effect heeft hij. En aan de achterkant is hij dan wat langer. En die staat heel leuk bij de witte schoenen. En ja, dit is een skinny broek. Ik vind deze super mooi. Mijn benen lijken er ook heel mooi tussenin. maar ik zal jullie ook even laten zien hoe deze staat met mijn super mooie dunne benen. Nee, grapje. Maar ik zal jullie ook even laten zien hoe deze staat. Achtig iets besteld. En dat is deze little black dress. Want je kent het wel. Iedereen moet gewoon wel eens gewoon makkelijk iets moois aan. Maar wat ook sportief kan. En dat kan je met deze little black dress heel makkelijk combineren. Ik zal jullie even laten zien hoe je dat kan doen. En hoe deze staat. Besteld. Dat is deze met een zwart pandje en dan zit er zo. En dan zit er een subtiel sterretje aan. Ik vond deze persoonlijk wel heel mooi. Gewoon heel subtiel, maar dat kan heel leuk staan bij dat jurkje, t-shirt ding of bij het satijnen roze jasje. Ik vind deze persoonlijk echt super schattig. Je kan hem stoer combineren tussen deze, maar je kan hem ook netjes combineren. Ik zal jullie ook even laten zien hoe deze staat. In de thumbnail van deze video. En ik hoop natuurlijk dat jullie deze video heel leuk vonden. Dus doe jullie duimpjes omhoog, liken, abonneren, reageren. Laat in de reacties weten wat jij het leukste item vindt dat ik heb besteld. En of je dus meedoet. En dan zie ik jullie hopelijk tot de volgende keer. Doei! Veel kusjes van Emma. En Straatcel, heel erg bedankt voor de samenwerking. Doei! Mwah!